allemaal. Vandaag heb ik een collective shoppel voor jullie. En ik heb in december, januari denk ik deze dingetjes gewoon gehaald. En het leek me leuk om alles nu te laten zien. Want ik had steeds maar bij winkels 1 of 2 dingetjes gehaald. Maar het is nu wel genoeg om te laten zien, vind ik. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden en laten we gaan kijken. Het eerste item wat ik wil laten zien zijn schoenen. En deze heb ik niet zelf gekocht, maar heb ik gekregen van mijn vader en zijn vrouw. En ik was in de Bijenkorf met hun. En toen zag ik deze in de aanbieding. En dit zijn gewoon snowboots voor als het gaat sneeuwen hier in Nederland. Je weet het maar nooit. En ik zou ze vorig jaar eigenlijk al halen, maar uiteindelijk had ik het toch niet gedaan. En ik had wel spijt toen het toen sneeuwde dat ik geen schoenen had. En dit zijn Sorels. En ja, dit is gewoon rubber, dus dat is gewoon lekker waterdicht. En dit is suede, dus daar moet je wel een beetje voorzichtig mee zijn. Maar hij is gewoon gevoerd en volgens mij echt heel erg warm. En deze was eerst 140 en er ging 30% af. En we hadden ook nog een kaart dat je 10% extra korting kon krijgen. Dus volgens mij waren ze uiteindelijk iets van 80 of 90. Dus ik ben heel erg blij met deze en laat de sneeuw maar komen nu. Toen ben ik ongeveer midden december met mijn tante naar de kringloopwinkel geweest. En ik vind het altijd echt heel erg leuk om gewoon rond te kijken en een beetje tussen de kleren te kijken. En soms vind je echt niks. Want ik zeg eerlijk, er zit ook heel veel troep bij. Maar soms vind je ook wel dingen die wel leuk zijn, vind ik. En dit heb ik gehaald. Ik heb 4 dingetjes gehaald. Dit is de eerste. Ja, het is een soort van shirtje. En ik wist er niet of ik hem nou echt leuk vond. Of dat ik hem niet echt leuk vond. Maar toen ik hem aan had, vond ik hem wel heel erg leuk. Ook voor in de zomer vooral. Niet voor nu echt. En ja, ik vond hem wel leuk en iets hebben. En deze was volgens mij 2,40 of zo. Echt heel goedkoop. En dan heb ik nog een shirtje gehaald. En deze vond ik echt op het laatste moment. En het grappige is dat deze gewoon van de Primark is. Want hier staat Atmosphere. En dat is echt het merk van Primark. En het is gewoon een crop top met Detroit. En deze was 1,50 of zoiets. En hij zat gewoon leuk. Dus ik dacht voor de zomer kan ik altijd een crop top erbij hebben. Dus ja, daar was ik ook heel blij mee. Toen ging ik even kijken bij de manafdeling. Want mannenkleding, ik weet niet. Het zit ook gewoon leuk bij meisjes, vind ik. En toen keek ik even bij de truien. En toen vond ik deze. En het is echt een kersttrui. Ik heb hem ook best wel met kerst aangehad en zo. Maar ik vind hem heel erg leuk. En hij is ook echt warm. En omdat hij wat langer is, omdat het eigenlijk een mannenmodel is natuurlijk, draag ik hem gewoon met een legging of met een panty of een maillot. En mijn Dr. Martens eronder. En ik vind hem echt heel erg leuk. En deze was 4 euro. Dus dat is echt heel goedkoop voor een trui natuurlijk. Toen kwam ik nog een andere trui tegen. En dat was deze. Volgens mij hing deze ook bij de mannen, weet ik niet meer zeker. Maar het heeft een beetje een reliefje erin gebreid of zo. En hier heeft hij een ritje. En het heeft een beetje schoudervulling. Maar niet dat je denkt, wow, die heeft schoudervulling in of zo. Maar gewoon lichtelijk. Dus ik weet eigenlijk niet zeker of het een mannenmodel is. Ik weet niet of mannen ook schoudervulling hadden vroeger. Maar dat maakt helemaal niet uit. Deze was ook 4 euro. En ja, ik vind deze gewoon heel erg leuk. En handig, want het is altijd koud in Nederland. Dus truien komen altijd van pas. En dat was wat ik in de kringloopwinkel heb gehaald. Dus 2 truien voor 4 euro, een shirtje voor 2 en een andere voor ongeveer 1. Dus echt heel goedkoop. Ik zou echt een kijkje nemen, want de kringloopwinkels zijn echt heel erg leuk. Je kunt er gewoon de hele dag in rondstruinen. Ik ben deze week ook nog naar wat winkels geweest, want de sale is nu begonnen. Joe! En ik heb bij Sarah wat leuke dingen gehaald. Als eerste deze broek. En dit is echt een hele mooie broek. Hij zit heel erg mooi en strak.
Ik wist niet dat ik broeken bij de Zara paste, want ik had er nog nooit een gehaald. En op de knie heeft hij een scheurtje aan allebei de kanten. En hij is gewoon zwart. En ik heb nog geen zwarte spijker. Dus hier ben ik heel blij mee. En deze was van 40 naar 17 euro. Dus dat is echt best wel goedkoop voor een spijkerbroek. En normaal van de Zara. En hier ben ik heel erg blij mee. Dan heb ik nog twee shirtjes bij de Zara gehaald. Als eerste deze. Deze zag mijn vriendin eigenlijk als eerst. Maar uiteindelijk is ze hem toch niet genomen. En er staat op Revolution. En dan is Love in een andere lettertype. Een andere kleur in ieder geval. En die andere letters zijn groen tijgerprintachtig. Ik vind hem echt heel erg leuk. En hij is niet al te dik en gewoon lange mouwen. En ja, deze was van 20 naar 8 euro. Dan het laatste shirtje bij de Zara. En dat is deze geworden. En ik vind deze ook echt heel erg leuk. Het is een beetje een vleermuizenmouw. Dus hij zit een beetje wijd hier. En er staat gewoon in drie talen, denk ik, somewhere else. Want dit betekent ook ergens anders. En ik neem aan dat deze Chinese letters dat ook betekenen. En ja, ik vind deze heel erg leuk. En die was ook van, oh, die was van 23 euro naar 8 gegaan. Dus dat is deze. Dan ben ik vandaag naar de Primark geweest. En ik was vroeg klaar met mijn werk, dus ik ging eventjes kijken. En als eerste zag ik, misschien herkennen jullie hem wel, deze crop top. Want in mijn vorige shopblog heb ik deze ook laten zien. Maar ik heb iets doms gedaan en dat is deze in de was doen. En wat er dan gebeurt is, de elastiek of elastische draadjes die erin zitten, die gaan helemaal, die komen er een soort van uit. En dat wordt heel lelijk. Dus ik heb hem opnieuw gekocht. Hij was nu in de aanbieding gelukkig. Niet dat het anders duur was, maar hij was van 8 naar 3. Dus ik dacht, ik koop gewoon een nieuwe. Want ik vind hem wel echt heel erg leuk. En ik heb hem maar 2 keer aangehad. Helaas. Maar ik ben heel blij dat ik nu een nieuwe heb. Voor 3 euro. Dan heb ik nog een ander shirt gekocht bij de Primark. Of hemd. Of ik weet niet hoe je dit noemt. Een blouse misschien. En het is een soort van doorzichtige peplen model. Met heel mooi borduursel hier. En hij gaat achter dicht met een knoopje. En ik vond deze echt heel erg mooi. Vooral in de zomer is hij denk ik echt heel erg leuk. En deze was 10 euro. En dan als laatste bij de Primark heb ik deze lichtjes gekocht. En misschien zie je het hier al, heb ik al van die roosjes hangen. Die zijn van de Xenos. Maar deze heb ik bij de Primark gekocht. En dat zijn veel grotere rozen. Dus het leek me wel leuk om die ook aan mijn bed te hangen. En dan een beetje met elkaar te mixen, zodat je klein en groot hebt. En dit zijn er 15 ledlampjes. Dus het gaat gewoon met batterijen. En deze was 7 euro. En voor degenen die het willen weten, deze hier zijn er volgens mij 10 voor 2,50, zoiets was het. En die komen dus bij de Action vandaan. Nou, dat was dit mijn shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En ja, als er iets tussen zit waarmee je een outfit of the day wil zien of iets, laat me dan alsjeblieft weten. Dan ga ik dit waarschijnlijk wel voor jullie doen. En als je nog andere ideeën hebt voor filmpjes, hoor ik het ook graag. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Like en subscribe alsjeblieft. Doeg!